Eigenlijk weet ik gewoon blind. Als ik mijn ogen dicht doe of het is donker of ik word ineens wakker gemaakt uit mijn slaap. Waar ik die tunicates kan vinden. Dus echt elke halve seconde die telt bij zo'n situatie. Hoe sneller ik iets kan pakken, hoe sneller ik iets kan aanleggen, hoe beter natuurlijk. Wat als er een aanslag plaatsvindt? Op het moment dat jij niet bewust van bent dat er iets kan gebeuren, dan ga je ook niet actie ondernemen, dan kom je ook niet in beweging. Dus daarmee hangt samen ook lichamelijk en mentaal fit zijn. Dan ben je op die manier ook meer schokbestendig. Dit is Derk. Derk heeft 16 jaar bij Defensie gewerkt, onder andere als Special Force Medic. Hier leerde hij om zelfredzaam, weerbaar en voorbereid te zijn. Een van de meest stressvolle situaties bijvoorbeeld dat je wel in een vuurgevecht belandt, waarbij er op 20 meter op jou wordt geschoten met Kalashnikovs, dus met automatische geweren, dus een hele korte afstand. Ja, dat doet iets met je stressniveau, zeg maar, understatement. Maar eigenlijk al die lessen die ik toen heb geleerd, die probeer ik nu mee te geven aan mensen die moeten omgaan met stress bijvoorbeeld. Derk is als geen ander gedrild op hoge stresssituaties. Maar wat doe jij als er een aanslag plaatsvindt? Ik denk dat het meer dan logisch is als er ergens wat gebeurt, dat je gewoon zo snel mogelijk ergens anders heen wil gaan, veilig, een beetje onderduiken, dat soort dingen. Op de grond liggen, wegwezen, ja. Gewoon je instinct zijn werk laten doen, denk ik. Ik heb het vermogen om razendsnel een situatie in te schatten. Dat is heel raar misschien, maar dat kan ik heel snel heb ik dat overzicht wel. Ja, maar ik zal me wel meteen om mijn medeburgers ontfermen. Derk, ja. We staan hier vrij wijd terrein. Je hoort op de achtergrond hoor je een paar knallen en er komt nu iemand daar 30 meter verderop aanlopen met een semi-auto. Zijn jullie bij me of niet? Ben jij bij mij? Wij zijn bij je. Oké. Okay. Kom, we gaan die kant op, snel, rennen! Daarachter. Nou, als eerste, we hebben het overleefd, dus dat is goed. Kijk, het hangt natuurlijk heel veel van de situatie af, maar in dit geval, als je om je heen kijkt, zie je eigenlijk geen dekking in. Oftewel, we hadden niet lager kunt en dan bijvoorbeeld ergens achter kruipen wat eventueel kogels kan tegenhouden. Het is een open veld hier, dus we moeten iets. Nou, wat ik al eerder zei, run, oftewel vluchten. In dit geval aan de tegenovergestelde kant van waar de dreiging vandaan komt. En ook nog eens een keer schuin. Dus mocht hij ons zien, mocht men op ons gaan schieten, dan maakt het ook nog eens een keer lastiger om eventueel ons te raken. In een heel extreem scenario, maar dat zou kunnen. We zijn een heel stuk gesprint naar een bosje daarachter. Ja, we willen ons ook niet blootstellen aan gevaar. Hè. Dus we gaan niet dan even om het hoekje kijken. Eventueel met gehoor kan je ook heel veel. We willen vanaf daar willen we gaan kijken. Kijk om ons heen, 360 graden. Eventueel een keer dieper in- en uitademen om het stressniveau wat omlaag te kijken. En vanaf daar kunnen we dan weer eventueel verder gaan verplaatsen. Om nog meer afstand te creëren. Om uiteindelijk helemaal naar veiligheid te komen. En uiteindelijk kunnen we ook de hulpdiensten zo snel mogelijk bellen. Welke tips heeft Derk voor ons? Situation awareness, oftewel omgevingsbewustzijn. Dat zou mijn tip nummer 1 zijn. Dat is eigenlijk iets wat je niet hoeft te kopen. Dat moet je gewoon bewust doen. Maar op een ontspannen manier. Dus je hoeft niet als een soort Terminator op straat te lopen. Maar kijk eens gewoon om je heen in plaats van alleen maar bezig zijn met je telefoon. Of doe je oortjes een keer uit. Op die manier kan je signalen op straat opvangen. En dan kan je kijken van, hey, is het iets waar ik iets mee moet? Tip nummer 2 is absoluut het hebben van bepaalde kennis en vaardigheden. Waaronder de medische kennis. Wat ik persoonlijk bijvoorbeeld altijd wel bij me heb, is een medisch setje. Om eigenlijk één persoon te kunnen behandelen. Eén artikel die ik persoonlijk zelf heel erg belangrijk vind. Dat meerdere mensen dat ook, zoveel mogelijk mensen dat begrijpen hoe dat werkt. Het is een tourniquet. Een soort knelverband eigenlijk om heel snel een levensbedreigende bloeding aan arm of been te kunnen stoppen. Als je dus alleen maar druk houdt bijvoorbeeld op een levensbedreigende wond. Dan stopt het vaak de bloeding niet. Of remt het in ieder geval af. Met tourniquet kan ik heel snel zo'n bloeding stoppen. Heb je wel eens echt een bloeding gestopt met de tourniquet? Heb je wel eens echt gebruikt? Ik heb dat 1 keer moeten doen. Ja, in dit geval een verkeersongeval, motorongeluk. Waarbij gewoon inderdaad heel veel bloed in dit geval uit het been kwam. Nou, dat is eigenlijk je eerste reactie. Als ik hier niks aan doe, dan kan iemand al binnen een minuut overlijden. Dus dan plaatsen we heel snel een tourniquet. Ja, eigenlijk eerlijk gezegd heb ik dat zo vaak gedaan door training. Dat het echt eigenlijk automatische piloot was. Zou jij eerste hulp kunnen bieden? Nee, dus ik moet eigenlijk een cursus misschien eerst gaan doen. Ja, dat zit wel in de to-do-lijst. Ja, afbinden, tourniquet of noem je dat. Je t-shirt openscheuren en dan als Rambo die de boel verbinden, toch? Ja. Iemand rustig, een beetje rustig blijven in plaats van dat hij een of andere hyperventilatie schiet of zo. Eigenlijk weet ik gewoon blind. Als ik mijn ogen dicht doe of het is donker of ik word ineens wakker gemaakt uit mijn slaap.
waar ik die tourniquets kan vinden. Dus eigenlijk een wat grotere tas die ik gewoon thuis heb staan voor meer complexe zaken. Bijvoorbeeld als er thuis ook iets plaatsvindt of iemand, de buurman snijdt zich met klussen in huis. Ik heb bijvoorbeeld altijd die ritjes op dezelfde plek. Dus altijd in het midden hier. Hoef ik dus nooit te zoeken. Stel je voor je hebt stress, verlies je ook een beetje fijne motoriek. Dus ga je bijvoorbeeld trillen. Dus echt elke halve seconde die telt bij zo'n situatie. Hoe sneller ik iets kan pakken, hoe sneller ik iets kan aanleggen, hoe beter natuurlijk. Weet iedereen wat een tourniquet is? Het principe is dat je hem aanlegt. Op een gegeven moment ga je draaien en het geeft een bepaalde druk rondom. Waarbij je eigenlijk alles afsluit, alle aderen, slagaderen, sluit je af. En daaronder dat punt waar je hem aanlegt, vindt dus geen circulatie meer plaats. Stel je voor, ik heb rechts een bloeding. Derek geeft fanatiek cursussen aan mensen over beter voorbereid zijn. Nou, dit is wel heel snel. Als ik heel veel stress heb, doe ik waarschijnlijk 2 keer zo lang over. Ook ik, die dit heel vaak heb gedaan. Maar goed, relatief nog snel en eigenlijk is de bloeding nu gestopt. Eigenlijk heb ik bij mezelf een passie ontdekt die echt vanuit mijn tenen komt om andere mensen te helpen. Om beter voorbereid te zijn, maar ook om een beter leven te hebben. In het algemeen meer rust, meer gewoon kunnen genieten van het leven. Maar kan je dan nog wel gewoon ontspannen? Nee, ik kan zeker nog ontspannen. Dat is ook mijn hele perspectief van het voorbereiden op noodsituaties. Niet dat het angst creëert, maar juist het tegenovergestelde. Dus het moet juist zorgen voor rust. En ook als ik op straat loop, ben ik niet gespannen. Nee, ben ik op een ontspannen manier. Maar ik ben wel alert en waakzaam. Uiteindelijk gaat het echt om wat er tussen je oren zit. Met trainingen, bijvoorbeeld ook militaire trainingen, dat ik echt denk, ja, ik kan niet meer. Ik ben gewoon op. Ja, dan zit je nog niet eens op de helft van je kunnen. Dat is eigenlijk begonnen ten tijde van corona. Allemaal denk ik gezien dat mensen elkaar bijna de hersens insloegen om een paar wc-rollen, omdat ze totaal niet waren voorbereid, even gechargeerd. Toen dacht ik van ja, Nederland is heel erg reactief in plaats van proactief. Toen ben ik daar eens wat meer onderzoek naar gaan doen. En dacht ik van nou ja, met mijn kennis en ervaring, wat ik best wel op dat gebied had, voorbereiden op noodsituaties. Ik ga hier gewoon eens een cursus van maken. Dus ik heb verschillende online cursussen gemaakt, maar ook live trainingen. Ja, hoe nou om te gaan met noodsituaties in de breedste zin van het woord. Jullie zijn zo meteen slachtoffer. Je krijgt van mij een tapeje. Die komt op mijn arm of een been. Wat andere mensen moeten doen, ze komen aanrennen. En daar waar het tapeje zit, zit de levensbedreigende bloeding. Dus oftewel, ze moeten even een korte bloodsweep doen, zoals het heet. Even van top tot teen een snelle check van, hey, zie ik bloed? Zo ja, is het echt een levensbedreigende bloeding of is het gewoon een normale bloeding, laat ik het zo zeggen. Oké, jullie mogen wat geluid gaan maken alsof je heel veel pijn hebt. Mijn been. Ik ga wat pijn doen. Ja? Heb je nog ergens anders gevonden? Nee, dat was echt mijn been. Alleen je been? Wat is er gebeurd? Jullie even stoppen scenario. Hey, wat ik heel goed vind, je komt aan. Je gaat eigenlijk systematisch van boven naar beneden ga je checken waar zit die bloeding. Want soms kan je het visueel zien, maar soms moet je echt even op zoek. Ja. Als je ergens bloed ziet, kijk naar je handen. Zie je ergens bloed, moet je even inspecteren. Is het een levensbedreigende bloeding? Ja. En als je zoiets simpels als een tourniquet kan aanleggen, dan kan je al echt het verschil maken. En dan red je gewoon letterlijk iemand zijn leven. Nou, ik geef nog steeds medische trainingen. En ik heb nu denk ik al, laten we zeggen, 8 of 9 mensen indirect of direct het leven kunnen redden door mijn training. Er is niks mooier en dankbaarder dan dat iemand jou letterlijk een hand schudt van hey, dankzij jouw training kan ik vandaag nog van het leven genieten. Ja, dat is voor mij echt de ultieme dankbaarheid die ik dan terugkrijg. Ja, dat is voor mij eigenlijk al reden genoeg om dit te blijven doen.